heb je vandaag zoal gedaan? In bed gelegen en we zijn even naar Vught te gaan, naar de stad. Naar de stad, zo. Maar je hebt vandaag ook bij de kindervakantieweek meegedaan? Nee, gisteren ben ik weer dingen gaan eten en dan ben ik vandaag ben ik op bed gebleven en toen zijn we even naar de stad gegaan. En wie ben jij? Wie? Ik. Ja. Yvonne. En wie nog meer? Van de Nieuwe Huizen. En heb je heel de week met de kindervakantieweek meegedaan? Ja. En wat vond jij ervan? Ik vond het heel leuk. En wat vond je het allerleukste? Deze avond vind ik heel leuk en donderdag met alle waterspelen vond ik heel leuk. En waarom vond je dat het leukste? Nou, omdat het zo heet was en dan allemaal met koud water en dat is heel leuk. En doe je volgend jaar weer mee als de kindervakantieweek is? Ja. Bedankt zo weer. Mag ik jou ook even wat vragen? Ja. Kom maar even zo staan. Wie ben jij? Janneke. En hoe heet jij nog meer? Nou, Van der Velden. Janneke van der Ven. Van der Velden. Van der Velden. En heb je heel de week met de kindervakantieweek meegedaan? Ja. En vind je dat leuk? Ja. Wat vond je nou het leukste van deze week? Vandaag. En waarom vandaag? Naar de bossen. Ben je naar de bossen geweest? En wat heb je daar gedaan? Spelletjes. Wat voor spelletjes heb je daar gedaan? Heb je daar boomtikkertje gedaan of heb je daar een verstoppertje? Allerlei bosspelletjes gedaan, denk ik. Ja. En had je een heel leuk groepje? Ja. Allemaal kinderen van jouw leeftijd erin? Ja, en ook heel veel vriendinnen. Heel veel vriendinnen erbij? Ja. En hoe ben je naar de bossen toegegaan vandaag? Met de fiets of met... Met boerenkarren. Zo. En wat vond je van deze week van de kindervakantieweek? Leuk. Ja. Gewoon heel leuk. Ja. Doe je volgend jaar weer mee? Ja. Ja. Dankjewel. En wie ben jij? Niek. En hoe weet jij nog meer? Leermaker. Ja. En in welke groep zit jij op school? Groep 3. Groep 3. En heb je heel de week met de kindervakantieweek meegedaan? Ja. Ja. En wat vond je nou het allerleukste van deze week? Zeskamp. De zeskamp. En waarom vond je dat nou het leukst? Was allemaal met water. En is met water spelen was heel leuk, denk ik, deze week, of niet? Ja. Want je hebt ontzettend goed weer gehad, hè? Ja. En wat heb je zoal gedaan van de week? Met water gespeeld en een speurtocht gehad, denk ik. Ja. En wat moest je met die speurtocht allemaal doen? Dan waren we door bossen en dan moest je dan opdrachten doen. En wat voor opdrachten waren dat? Rennen. En heb je nog meer gedaan als een speurtocht? Ben je nog met een bus weg geweest? Nee. Met de boerenkarren weg geweest? En waar naartoe? Naar de bossen. En wat heb je in de bossen allemaal gedaan? Dan moest je kaartjes en dan... en dan moest je iemand aanvallen met die kaartjes. En had je vuur. En had iemand getikt en dan had die een spons en dan de vuur die als het de spons in het vuur van een brandje, dus dan mag die het kaartje hebben.
jullie vanavond gegeten? Friet. En waar hebben jullie gegeten? Hier in de En daar gingen we wel in, denk ik, of niet? Ja. Doe je volgend jaar weer mee met de kindervakantieweek? Ja. Bedankt. Vakantieweek meegedaan. Ja, klopt. Dat is voor jou ook een hele verademing, denk ik. Nee, want ik heb meegeholpen. Je hebt zelf ook meegeholpen. Ja. Je bent actief lijster geweest van de kindervakantieweek. Ja, zeker. 3 dagen. En wat was jouw taak zowel in deze? Leiding van de kleuters. En wat hebben jullie zoal gedaan de hele week? De maandag, ja, er viel alles een beetje in duigen vanwege het weer. Zijn we hier ook naar de manege geweest, hebben we allemaal spelletjes gedaan. De woensdag zijn we met de bus naar Heusden geweest, dat was ook ontzettend leuk. Nou, en vandaag zijn we even denken naar Kromvoort geweest. En dat was ook heel leuk. En waar zijn jullie in Kromvoort ergens geweest? Bij de brandweerkazerne. Ja, en daar in het gemeenschapshuis, maar ik weet de naam niet. Dus... Battle X, denk ik. Ja, zoiets. Dat weet ik niet precies. Wat is jouw indruk van de kindervakantieweek 1994? Nou, ik blijf zeggen, hier in Helvoort is wat dat betreft alles ontzettend leuk geregeld en goed opgezet. Dat blijf ik zeggen. Van als ik kijk Haren en Berkel en Schot, vind ik Helvoort toch wel het beste. Hoeveel kleuters hebben er zo meegedaan van de week? Nou, ik mag het kwijt zijn, maar ik dacht kleuters 69 en peuters iets van rond de 25. Heb jij een idee van het totaal aantal kinderen wat er meegedaan heeft? Ik dacht rond de 80, ik weet niet precies. Dat durf ik niet te zeggen. Daar hou ik me eigenlijk niet mee bezig. Maar jij vindt het heel ontzettend leuk werk, neem ik aan. Ja, heel leuk, echt. Met hoeveel mensen aan leiding zijn jullie hier van de week bij elkaar geweest? Nou, dan moet ik een schatting doen. En ik denk alles bij elkaar toch wel 50 leidingen hoor. Van heel de week bij elkaar, alle groepen. 50 mensen? Ja, ik denk het wel hoor. Ja, dat kan meer zijn, dat kan minder zijn. Dat durf ik niet te zeggen. Zijn jullie ook actief bij de voorbereidingen betrokken? Nee, ik niet. Ja, we hebben alleen voorbereiding. Dan wordt er gezegd wat we moeten doen. En de voorbereid, ja, dat is gewoon de mensen die in het bestuur zitten. Dus daar bemoei ik me eigenlijk ook niet mee. Jullie komen er pas op een later tijdstip bij eigenlijk? Juist, ja, klopt. Ja. Als ze jou volgend jaar weer vragen om mee te helpen? Achter elkaar. Achter elkaar. Bedankt. En heb je ook met de kindervakantieweek meegedaan? Ja. En in welke groep zit jij? Groep 1. Dus je bent vandaag geweest. En je bent afgelopen woensdag geweest. En afgelopen maandag geweest. Wat hebben jullie allemaal gedaan van de week? Eerst hier spelletjes gedaan. Ja? Waren dat leuke spelletjes? Ja. Wat voor soort spelletjes waren dat allemaal? Weet je dat een beetje nog? Deze spelletjes. Deze spelletjes. En zijn jullie van de week ook nog met een bus weg geweest? Ja. Naar Heusden. En wat ben je daar bezig doen? Ja. Nou, had je nou nog iets moeten zoeken ook in Heusden? Spelletjes. Ook allemaal spelletjes gedaan. Dus je hebt heel de week allemaal leuke spelletjes gedaan. Ja. En je hebt wel goed weer gehad ook, hè? Heb je nog waterspelletjes gedaan ook? Heb je nog geen spelletjes gedaan waar je lekker met water kon knoeien? Vanwege het warme weer? Het ook niet, hè? Zo warm was het al ook weer niet. En doe jij volgend jaar weer mee? Ja. Nou, dan zien we jou volgend jaar graag terug. Bedankt zover. Nestor van het hele jeugdwerk in Helvoort, denk ik. De Nestor. De oudste, zo ongeveer wordt. Helemaal leuk. Helemaal wordt, ja. Shell van den Broek. Wat is voor jou nog steeds de motivatie om dit te blijven doen? Dat ik nergens mee liever mee omga als met kinderen. Groot en klein. Altijd gehad en daar wil ik nog steeds. Ja, daar kan ik niet van afschrijven van kinderen. Mee omgaan. Is nog steeds niks te veel? Nee, daar word ik nog niet eens moe van. Ik ben nou ook heel de week weer mee geweest.
Met naar de bossen en overal. Dus... Had je ook een eigen groep? Nee. Geen eigen groep, maar wel overal mee omkijken en ze erin aan de hoofdleiding over alle groepen in de gaten houden, laat ik zo zeggen. Ja, ja. Dus, had een beetje een algehele supervisie over het geheel. Ja, en als bijvoorbeeld de leiding te ver van de kinderen lopen en dan zeggen, hé jongens, jij moet bij onze kinderen blijven, want dan zijn er voor hier. Dat gebeurt wel zo ooit, hè? Dat de leiding het kindje vergeten. En dan ga ik er naartoe en denk, jullie moeten daar zijn, want daar zijn jouw kindjes. Nou, draai je al een aantal jaren mee, Jan. Ja. En wat is jouw algemene indruk door de jaren heen? Is er iets veranderd? Ja, veranderd. Als je altijd bij blijft, dan gaat het automatisch met de tijd. Ja, maar gaat mee. Elk jaar verandert. Maar die veranderingen die voelde niet omdat je er elk jaar bij bent. Het is iedere keer elk jaar een beetje. Nou, nee, anders met de kinderen betreft. Nee, de kinderen veranderen niet. Kinderen blijven kinderen. Jongen. Blijven kinderen. Ja, alleen dat ze niet meer zo bang zijn. Applaus. Een beetje meer mondvianter. Dat hebben we goed verbeterd te zeggen. Jawel, maar kinderen blijven kinderen. En ze mogen nog veel van mij eigenlijk, als ze echt kinderen zijn. Op zekere hoogte dan, hè? Ah, ja. Maar dat weet ik nog wel, want ik heb hem met een groepje eruit. Jan Wes, ten opzichte van het aantal deelnemers, is daar de afgelopen jaren ook nog veel in veranderd? Yes? Het aantal deelnemers? Dat is juist. Ja, het is laatste jaar is er iets meer geworden weer, hè? Ja. Kindervakantie weer. We hebben meer kinderen, elk jaar weer meer kinderen. Ja, dus het draait weer goed. Maar zolang als jij nog kunt, dan blijven we meedoen. Ja, het kan wel, ja. Ja. Zolang het er van wel. Dus ik kan hoog rust zeggen, tot volgend jaar. Ja, volgend jaar, die kan er wel mee. Ja. Alvast bedankt, succes ermee. Snuggles is de naam. Dr. Snuggles. Dr. Snuggles. Dus in die hoedanigheid heb jij deze week doorgebracht? In deze hoedanigheid heb ik met de kleuters deze week doorgebracht, ja. Speciaal met de kleuters? Speciaal met de kleuters. Ja, daar was ik voor gevraagd, omdat ik een teletijdmachine had uitgevonden. En zij wilden daar ook aan meewerken om die machine in elkaar te zetten. En zodoende heb ik meegedaan. En is het uiteindelijk gelukt om de machine aan het werk te krijgen? Nou, door de weersomstandigheden hebben wij helaas vandaag de rest van de machine niet bij elkaar kunnen zetten om hem aan het werk te kunnen krijgen. Het is een experimenteel geval, zodanig dat door omstandigheden zeg ik al, door het weer hebben wij dit niet af kunnen werken, maar ik zal deze alsnog in mijn eigen tijd afwerken. Er zit niks anders op, denk ik. Er zit helaas niks anders op, want het is een experiment. Dus moet verder nog uitgewerkt worden. En kijken wat de gevolgen zijn van als het zover is. Dus ik weet het nu nog niet precies hoe het allemaal afloopt. Wat is uw algemene indruk van deze week? Nou, mijn algemene indruk is dat de kleuters het vreselijk naar hun zin gehad hebben. Ik uiteraard dan ook. Want we hebben ontzettend prettig samen kunnen werken. En dat was toch ook de bedoeling van deze week, vind ik. Ja. En je hebt het weer ook meegehad natuurlijk. We hebben het weer best wel meegehad. We hebben wat druppels gehad maandag met het weer toen we wat regen hebben gehad. We hebben toen een beetje de zaak om moeten gooien. Woensdag was het fantastisch weer. En vandaag hebben we de zaak een beetje om moeten gooien omdat de verwachtingen wat minder waren. Maar toch zeer geslaagd, mag ik wel zeggen. Ja. En als de experimentele fase achter de rug is, dan mag ik aannemen dat Dr. Snuggles volgend jaar met een zeer professioneel iets voor de dag komt? Nou, dat hangt een klein beetje af van het onderwerp wat dan weer aan de orde is. En als zodanig als mij gevraagd wordt als Dr. Snuggles weer op te treden, dan zal ik mijn dienst weer aanbieden in dit geval. En misschien met deze tijdmachine uitzij met een ander onderwerp. Dank u heel hartelijk en wens u heel veel succes met uw verdere voorbereidingen. Fijn, dank u wel. En een prettige avond. Van hetzelfde. Dank u. En hoe heet jij nog meer? Heb jij ook met de kindervakantieweek meegedaan? Niet op de week.
Niet heel de week. Vandaag wel. En wat vond je van vandaag? Leuk. Wat heb je allemaal gedaan? Bij de bossen. Ben je het vergeten? Was wel leuk, denk ik, hè? Ja. Heb je er geen spijt van dat je niet heel de week meegedaan hebt? Nee. Waarom heb je niet heel de week meegedaan? Kon je niet? Had je niet zoveel zin? Doe je volgend jaar heel de week weer mee? Heb je nou al gezegd van volgend jaar wil ik heel de week met de kindervakantieweek meedoen? Je hebt al iets gemist, denk ik, hè? Het is wel ontzettend leuk geweest, hè? En wie ben jij? Wat? Wie ben jij? Teun! Wie weet jij nog meer? Hoe is het met jouw achternaam? Vermeer! En heb jij heel de week met de kindervakantieweek meegedaan, Teun? Ja! En wat heb jij deze week allemaal gedaan? Ja. Tot volgend jaar dan. Tot ziens.